elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. Sparta mist dan weliswaar Bart Vriends in de defensie, maar gaat voortvarend van start in stadion De Geuzelt in Maastricht. Want het wordt 0-1 in de vijfde minuut. Veldwijk maakt het doelpunt. Weer op aangeven van Verhaar. Weer uit een corner. Net als vorige week in die wedstrijd die uiteindelijk de periodetitel opleverde tegen Telstar. Het is hetzelfde recept. Veldwijk maakt zijn 9e doelpunt van het seizoen. En Verhaar is dus weer de belangrijke aangever. Dit is de volgende kans. Maar die wordt om zeep geholpen door Mohamed Rahi. Die even later uitvalt. En dan komt Stijn Spierings in de ploeg bij Henk Vreese. En gaat er 4-3-3 gespeeld worden. Mogelijkheden zijn er voor MVV op de gelijkmaker. In de slotfase van de eerste helft. Want dan dringt de ploeg van Ron Elsen aan. Belangrijke reddingen van Kortsmit voor Sparta in Maastricht. Dit is Golpek. En daar is de volgende mogelijkheid voor spits Anthony van den Hurk. MVV zonder de geblesseerden Pieter Nijs en Dimitri Lavallée. Won thuis slechts één van zijn laatste 5 wedstrijden. Ja, als je de ballen niet inschiet, wordt het lastig. Opnieuw een mogelijkheid voor Marnik Vermeil. MVV krijgt echt wel kansen in de eerste helft. En ook in de tweede helft. Ruststand 0-1. Een invaller. Aboubakar, spectaculair. Maar lastig om op doel te krijgen. Balverlies van invaller Hoeben. Sparta kan in de aanval met Dervizoglu. Die krijgt de bal terug van Veldwijk. En daar waar Dervizoglu vorige week nog zo belangrijk was met de 3-2 in de wedstrijd tegen Telstar op het kasteel, laat hij hier de kans nog liggen. Hier gaat hij weer op avontuur. Halil Dervizoglu, Veldwijk en het is 0-2. MVV valt aan in de tweede helft, maar Sparta scoort in de omschakeling. 10e doelpunt van het seizoen voor Veldwijk. Weer 2 doelpunten voor hem, net als vorige week. En Sparta wint in Maastricht.